Zo'n hele goede morgen is het niet. Wat is er? Kan je weer lachen? Waar gaan we nu naartoe, Evri? Zwemmen! Of ga ik gewoon lopen poepen? Mama! We gaan doen als het heel recept is en zo. Zo, wat is er met je ogen aan de hand? Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Het is alweer even geleden dat we hebben gevlogd, maar we hebben het best wel druk, hè Eve? Ja, we zijn op vakantie. En we zijn nu in het vakantiehuisje. Ja. Het is nu al best wel laat, we hebben net gegeten. Kinderen hebben lekker hun pyjama's aan. Die gaan we zo naar bed brengen. Chico en ik gaan nog even Nintendo switchen. En dan geef ik jullie morgen een room tour. Een house tour. Zeg jullie zeg maar hi. En Jair zegt hi. Jair zegt maar hi. Hi, op een nieuwe vlog. Zit ik op het even van papa. Mag ik wat even? Oké. Nou, eigenlijk... als het ochtend is, gaan we dan naar de kinderenshow en dan gaan we zwemmen. En dan gaan we, als ik 3 keer wil zwemmen, mag het. Als ik het niet wil doen, wil ik het. En dat is leuk. Toch, zij? Wil je geen antwoord geven? Of wel? Een hele goede morgen. Goedemorgen! Een nieuwe dag! Welkom bij de nieuwe vlog! Zo'n hele goede morgen is het niet. Want wij hebben zo ruk geslapen. Chico en ik dan. De kinderen hebben wel goed geslapen. Zeen was heel erg onrustig. En ik denk dat het zo'n... Zit mijn haar zo raar? In ieder geval maakt niet uit, ik ben net wakker. Wat wil ik vertellen? Zeen was heel erg onrustig. Ik denk dat ze tanden doorkomen. Wat nou nog? Oh ja, hij hield ook telkens zijn adem in. Als hij aan het slapen was. Dus op de duur durfden wij zeg maar niet meer heel diep te gaan slapen. Anders konden wij hem niet horen. Het is nu 10 uur. Die kinderen zijn eigenlijk naar de kidsclub gaan van 10 tot 11. Maar... Ik ben echt net wakker. Ik ga me nu zo klaarmaken en zo. Ga even ontbijten. Nog even een roomtour geven. Welke zeggen, maar dat doe ik wel als Zeen wakker is. We gaan eerst even eten. Ja, want Sophia is ook mee. En mijn... Zo, jij ziet er echt net wakker uit ook. Ja, ja, ik ziet ook zo raar net als die van mama. Mijn niet? Nee, maar ik moet je haar wel opnieuw doen. Ja, maar ik wil het zelf... Ik denk dat ik het na het zwemmen ga doen, je haar. Want anders heeft het geen zin. Ik wil dezelfde doen. En dan kunnen we je haar wassen na het zwemmen. Nee, ik ga nu weer dezelfde doen. Ik ga stuk. We hebben bezoek. Goedemorgen. Morgenochtend komt hij weer. En goed, man. Ik hij gaat hier blijven staan omdat je hem nu eten hebt gegeven. Ja, dat is echt onwaardig. Wat is dat? Ik ga weg! Wat is dat, Zee? Hij moet weg gewoon! Hij moet een beetje nieuwe oudje. Wat is dat, Zeni? Een gans! Nee, dat is geen gans. Wat dan? Is hoor je dat, wat je zo zegt? Is het een reigervee? Nee. Wat dan? Nee. Is een meeuw, ik ga stuk. Hé, hey, meeuw, ga weg en you. Wow. Ik weet dat niet hoor. We hebben even snel een bijtje gemaakt. De kinderen hebben de tafel gedekt. Ik ga steen aan het maken en dan gaan we lekker... Eten! Eten!
Hier kom je binnen. Dit is de voordeur, zeg maar. Jassen, schoenen van Evier. Hier heb je een keukentje. Laden, alles. Het is gewoon netjes. En dan heb je hier nog wat boodschappen staan. Een combi, magnetron. We hebben net broodje nog in de oven gedaan. En het is nog geen 10:50, dus die tijd klopt niet. Maakt niet uit. Hier nog wat boodschapjes. En dan heb je hier gelijk de badkamer. Gewoon netjes met de douche. Hier zo. Op zich allemaal gewoon netjes. Ik heb al mijn eigen schoonmaakspullen een beetje meegenomen. Want ik was bang dat het niet netjes zou zijn. Maar dat was het wel. En dan ga je hier naar binnen. Hier de eettafel. We hebben Zeens zijn stoel niet mee. Maar die eet gewoon lekker bij ons schoon of zo. Hier de bank. De lounge stoel. Ja, hier is het chagrijnig. Zeen heeft weer gehuild. Wat is er? Kan je weer lachen? En dan heb je hier het balkon. Het is gewoon lekker knus, maar wel mooi. En netjes allemaal. Daar de tv. En dan ga je hier naar boven. Maar ik moet nog steeds wat eten. Ik heb dit net gewonnen. Dus eigenlijk is dat echt niet serieus. En Jair moet gelijk mee natuurlijk. En dan... Evie, blijf hier. Jair, blijf hier. Evie. Heb je hier zo... Stonden eigenlijk, die twee bedden stonden eigenlijk apart. Twee eenpersoonsbedden, maar die hebben we gewoon bij elkaar gezet. Want ik wilde die kinderen niet. Dit zit zeg maar precies hier. Hoi papa. Mama. Hier een kledingkast. Oh, oké, laat maar zien dan. En dit is de kamer van de kinderen. Hier sliepen Avery. Hier naar Zeen. Hier nog een kast. En een tv. En een tv. Oké, dat was hem. Ik zal het buiten nog even laten zien. Kom maar naar beneden, kinderen. Kom. Zoals uitzicht. Ik heb nog een klein speeltuintje-achtig iets. Wij zitten precies aan de achterkant. Je hebt daar een haven, volgens mij. Ja. Ik neem jullie gewoon lekker mee. We laten alles zien. Hè? Je hebt hier best wel veel te doen. Bowlen, indoor speeltuin-achtig iets. Waar gaan we nu naartoe, Avery? Zwemmen. Lekker, want ze is weer aangetrokken. Ja, niks makkelijkers. Om lekker snel uit te trekken. Papa, je hebt de schoenen nu. Loop zo snel voor de zwemmen. Ook al met de... Hebben jullie al een high-five gekozen? Nee. Jij ook een high-five? Ben je bang? Ik heb geen zin in. Je niet ook, hè? Ik heb nog nooit gezien. Even een rondje gedaan om te kijken wat hier allemaal zit. Hier zit de snackbar, indoor play area, de restaurant en de bowling, buitenspeelplaats, fietsverhuur, service point, de supermarkt. En daar zit het zwembad. We gaan nu terug naar ons appartementje. En dan... In het vakantiehuisje. Heb lekker gezwommen. De kinderen liggen nu even op bed.
ik ga even koken. En dan, als de kinderen wakker zijn, gaan we eten. Vanavond om 7 uur gaan we bowlen. En ja, Zeen. Doe ik zijn luier uit, gaat hij gewoon lopen poepen. Echt. Maar goed, ik neem jullie gewoon weer lekker mee. Ik weet ook niet wat de bedoeling voor morgen is. Maar dat zullen jullie vanzelf wel weer zien. En ik was het helemaal vergeten, dus nu heb ik gele nagels. Ik heb even een beetje make-up opgedaan. Ik ga even mijn haar fixen. En dan gaan we bowlen. Even lekker zittende trui aan. Ik ga mijn haar doen. En dan, het is nu 6:15. We moeten er om 7:00 zijn. Dus dan gaan we zo uit. En voilà, gewoon weer een simpele knot gedaan. Weet je wat ook irritant is? Ik heb iedereen's kleren gevouwen. Maar doordat het nu natuurlijk allemaal in die koffers is gaan zitten, is alles gekreukt. Dus heel dat strijk had ik ook wel achterwege kunnen laten. Maar ik luister nog wel heel de tijd. Zo irritant. Maar goed. Ik vind het er prima uitzien. Beetje lip los en klaar. Nog een keer dan. Ik ben klaar met bowlen. Ik heb gewoon verloren. Ook van mijn kinderen. Schandalen. Dus mijn talent ligt niet bij bowlen. Ook niet bij Nintendo. Ik stond gewoon op de laatste plaats. Jair op de tweede. Ik had gewonnen. Jij was echt de eerste hoor. Mama, je hebt gewonnen. Jouw zaak, want je was geen eerste. Jawel. Nee, dat wilde je graag. Nee joh, jij was echt geen eerste. Nee. Dankjewel. Is niet voor jou, je hebt ijsje toch? Zeni. Ik heb appelsap. Leuk, lekker. Een borrelplankje. Ja, lekker hè? Ja. Is dit curry? Ja, dat is curry. Dit is curry. Dit is curry met melk en mosterd.
Mustard. 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 Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Het is 7:50. Ik moet maar slapen. Vaak als ik ergens ben waar ik niet eerder geslapen heb. Zeen heeft vannacht gelukkig wel goed geslapen. Dus dat scheelt. Het was denk ik 7:15. Toen zei ik tegen Keiko, ik ga opstaan. Dus ik ben toen lekker mezelf gaan. In ieder geval ben ik nog niet gedoucht. Ik heb al mijn tanden gepoetst, mijn gezicht gewassen en zo. Dus ik dacht, ik ga nu eerst even snel pannenkoeken bakken. Vind je onze video's, mijn video's, het maakt niet uit. Vind je die leuk? Abonneer dan op mijn kanaal en vergeet video's niet te liken. Volg mij ook op TikTok, Mama Nelly heet ik daar ook. Eigenlijk morgen naar huis gaan, maandag dus, want het is van vrijdag tot maandag. Maar ja, Evie moet morgen gewoon naar school en ik ga haar niet voor een vakantiehuisje de eerste schooldag na de kerstvakantie weer laten missen. En Vic gaat morgen ook gewoon weer werken, dus we gaan vanavond naar huis. Als jullie dit konden ruiken, hè? Oh my god. Ik dacht net nog, zal ik het recept delen, hoe ik dit maak? Deze pannenkoeken, en toen dacht ik, nee, ga ik niet doen. Want er zijn altijd weer van die mensen die dan moeten gaan doen, alsof het hun recept is en zo. Allemaal waaien. Maar, oh my god. Dus ik wilde pannenkoeken gaan bakken en ik ging zoeken naar iets om die pannenkoeken mee te flippen. Hebben ze hier even niet, dus ik ga het hiermee doen. And it's giving ghetto. Maar dat maakt niet uit, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Hij is zo ghetto. Niet alleen dat ding is giving ghetto, mijn shirt ook. It's giving momlife. Vooral dat. Je altijd opletten dat je kinderen er goed uitzien en dan er zelf met gaten shirts bij lopen. Oké, we zijn onderweg naar de kindershow. Het is gewoon een zo'n morning kids club-achtige iets, denk ik. We zullen het zien of we nog op tijd zijn. Want het is al een paar minuten over 10 en het begint om 10 uur. Helemaal voor niks, zo vroeg opgestaan. Sorry kinderen. Oh. We zijn alweer terug. Want het duurde, hij is er al, doe maar open. Het duurde letterlijk 5 minuten. Als ik dat had geweten, was ik niet helemaal naar buiten gegaan. Maar goed, kom maar naar binnen, Geer. Ik moest nog even langs de supermarkt voor melk. En toen heb ik gelijk even een lekkere latte macchiato gehaald met vanillesiroop. Mama, mag ik even deze auto zien? Oh, hij wil even wat laten zien wat hij gekocht heeft. Hebben ze me weer zover gekregen om spullen te kopen in de winkel? Oké. Wat heb jij gekocht? Een raceauto. Een raceauto. Er zit er. En ik heb een squishy. Zo, wat is er met jouw ogen aan de hand? Ja, ik krijg alle dag je tranen. Oh. Ga maar, hier trap je af. Hi Zijn. Hallo.
dit wilde ik nog even laten zien. Zwembroekjes van Jair en Zane. En dezelfde badpak van Avery. Super schattig. Dit komt van Baby Styling. En dit van Kids Styling. Maar volgens mij kun je het allemaal op dezelfde site gewoon bestellen. En ik vond het wel leuk. Alle drie hetzelfde. En ze hebben meer van dit soort dingen. Wat je voor je kinderen kunt hetzelfde kunt halen. Love it. Goedenavond. Goedenavond, mijn vrienden. Zo, wij hebben vandaag, nadat we naar de game dingen zijn geweest, waarom zit het Josje zo irritant dan? Ja, dan moet je mee wennen. Is goed, meid. Wat wil ik nog vertellen? Oh ja, nadat we naar die game dingen zijn geweest, of game dingen, play, indoor play area, zijn we lekker naar huis gekomen, hebben we lekker geluncht. En nadat we geluncht hebben, zijn we toch nog even gaan zwemmen, want dat wilden ze graag, die kinderen. We zijn net terug. Het is ondertussen 17:15, we zijn allemaal gedoucht en weer aangekleed. En wat gaan we nu doen? Naar een restaurantje. Want we gaan daar lekker eten en chillen. We hebben al een groot deel van de spullen ingepakt. Want we gaan natuurlijk vandaag weg in plaats van morgen. Naar huis. Ja, naar huis, oké. Okay. Want ik moet naar school. Dus. Even je moeder school, ja. Heb je daar zin in? Ja. Oké. Okay. Klein beetje. Wat? Wat? Klein beetje. Ik wil gewoon bijna. Ik dacht het. Ja, ik zag het. Maar goed, wij gaan nu door, want de mannen zitten al klaar en mijn knotje wordt steeds kleiner, omdat ik moet mijn haar echt wassen. Ja. Maar dat komt morgenochtend wel. Ja, mijn haar is wij gaan, het klaar. Zit ook echt irritant. Dan zou ik geen goedemorgen zeggen natuurlijk. Het is de volgende dag. Het is vandaag maandag. Avery moet zo naar school. Zit lekker te ontbijten. En ik ging gisteravond nog een beetje editen. En toen kwam ik erachter dat ik heel veel verteld heb. Maar ik heb nooit verteld waar we nou eigenlijk waren. Vakantiepark Aqua Delta in Bruinisse. Dat was hem. En ja, ze hadden daar op zich best wel genoeg te doen voor die kinderen. Een zwembad, bowlen, indoor play area. En dan had je nog een mini game room-achtige iets. En dan had je ook van die VR brillen technologie, weet ik veel wat allemaal. Dat had je ook, maar daar zijn zij nog te klein voor. Ik kon daar fietsen huren, skelters huren, een supermarktje had je. Dus eigenlijk hadden we wel alles wat we nodig hadden. We hadden zelf ook natuurlijk onze boodschappen meegenomen. Voor de rest zijn we zelf Bruinisse niet echt in geweest, want ja, daar hadden we eigenlijk geen tijd voor. Hoe ik dit geboekt heb, ik heb er maar €70 voor betaald. Dat is het eerste wat ik eigenlijk wil vertellen. Ik heb er maar €70 voor betaald. Ik wil zoveel vertellen, maar ik ben nog moe. Ik weet het even niet meer. €70 voor betaald via vakantieveilingen. Dat is voor 4 tot 6 personen, maar uiteindelijk zaten wij toch in een huisje voor 4 personen. Mochten we met 5 personen of als 6 personen zijn geweest, hadden we dat gewoon aan kunnen geven en hadden we een groter huisje gekregen. Het zag er op zich gewoon netjes uit allemaal. Niet op zich, het was gewoon netjes allemaal, schoon. Je leest wel eens recensies over vakantiehuizen en zo. En van dat park heb ik het ook gelezen, maar wij hebben dat helemaal niet zo ervaren. Het was gewoon netjes. Erg plantvriendelijk. Als we vragen hadden, werden we goed geholpen. Ja, ik ben eigenlijk gewoon tevreden. Het enige nadeel, of niet nadeel was dat, maar dat was meer dat ik een beetje dacht van oké, was bij het zwembad. Zaterdag zat er een jongen, die was super vriendelijk. En die zei nog van, die had ons een kaartje gegeven van ja, als jullie morgen weer willen zwemmen, dan kan dat gewoon.
laat het kaartje zien, dan mogen jullie doorlopen, dit, dat, zo, zo. Nou, die jongen die daar gisteren zat, zondag dus, we gingen weg. En Fieko zegt tegen hem, hij zat achter die balie. En Fieko zegt doei, Jair zegt doei. En ik keek, en hij keek niet eens op. Hij zat gewoon op zijn telefoon achter de kassa. En dat is dan wel een beetje jammer. Goed, daar ga ik ook niet te lang over zeuren. Voor de rest, prima park. We hebben ervan genoten. Lekker eten in het restaurant. En voor de rest is eigenlijk iedereen daar op de jongen na. Vond ik eigenlijk echt allemaal vriendelijke mensen die daar werkten. En hier naartoe gaan. Misschien in de zomer en dan in een, want je hebt daar appartementen, maar je hebt ook van die huisjes, zeg maar gewoon villa-achtige huisjes. Misschien dat we dan zo'n huisje zouden doen en dan in de zomer inderdaad. Voor de rest wil ik jullie bedanken voor het kijken naar mijn vlog. En tot de volgende. Mocht je nog meer vragen hebben over afgelopen dagen, kun je die stellen via mijn Instagram, Mama Nelly.